maken we ons wel. Ja. Een balletje. En spelen? Ja, naar school kunnen. Ik kan wat spelen. Nee. Doe maar. Ik val wat in huis. Dat het je wordt er mooi vol. Ook nog even langs de emmer. En zapper. Even een vader. Kleren kunnen wassen. In de vlog. Mama, papa, wat hebben jullie onder je schoenen? Boem, gewoon een broodje. Pas zes. Heel goed. Ja, een heel goed pak. Cowboy serie. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Vloggers. En wij zijn nog steeds in het superleuke huisje hier bij het zand. Kijk, zo'n huisje zitten we. Omdat we dit weekend onze cowboy serie clip opnames achter de rug hebben. En ja jongens, wij blijven hier. Dit is zeg maar, de video's lopen anderhalve week achter. Dus wij hebben gisteren te horen gekregen dat de situatie van corona best een crisissituatie is. En dat alle scholen gesloten zijn en horecagelegenheden gesloten zijn. En dat het tot 1 is. Nu is het 6 april. Dus het betekent 3 weken. De kids niet naar school kunnen. En dat we eigenlijk het beste thuis moeten blijven. Nou, dan zijn wij op dit moment natuurlijk niet thuis. Maar wij zitten hier wel in een bos. Waar in principe nog bijna niemand is. De park waar wij weer op zitten bij het zand. Dat is nog niet officieel open omdat het seizoen nog niet is. Dus wij zitten hier eigenlijk als een van de enigen. 15 april gaan ze pas open. 15 april gaan ze pas open. Dus dat duurt nog wel even voordat het open gaat. Dus wij zitten in principe hier best wel afgelegen. Ver weg van de grote mensendrukte, zeg maar. En we hebben besloten hier gewoon te blijven. Dat betekent wel dat we een paar maatregelen moeten nemen. We hebben namelijk niet erop gerekend dat we hier langer zouden moeten blijven. Dus we hebben wel eten voor het weekend meegenomen, maar niet voor de komende dagen. Dus wat gaat Daniel zo meteen doen? Aangezien heel Nederland aan het hamsteren is, ja, moeten we toch ook wel een soort van hamsteren. Nou ja, hamsteren wil ik het niet noemen, maar we moeten toch wel echt boodschappen doen. Omdat we deze komende dagen niet eten voor hebben meegenomen. Dat is thuis, maar niet ik mag, hier. Mag weer mijn rol als Sheriff Dan ga ik de laatste supermarkt. Even voorover in het karretje. Hey, het is mijn wc-rol. Voor mijn quote. Nee, het is allemaal mee van. Ze raden op zich ook wel aan. Doe niet te extreem, want het wordt elke dag aangevuld in de supermarkt. Dus we blijven ook rustig. We blijven cool, maar we blijven even in de isolatie. Ja, dat wel. Veilig in het bos. En we hopen ook voor jullie allen dat jullie vooral heel veel goddelijke wijsheid, rust en inzicht en stabiliteit voelen in deze aparte, uitdagende tijden, tijd. Ah, ik moet wel zeggen, Daniel is de meest coole kikker nog onder ons. Ik als moeder zijnde ben best wel snel over bezorgd, zeg maar. Omdat je toch op je kroos wil letten en hoopt dat iedereen gezond en wel is. Maar Daniel zegt ook gewoon rustig aan, niks in de hand. Als iedereen, dus ook jullie, gewoon lekker thuis blijven. Lekker met elkaar leuke dingen gaan doen. En hoofd even op andere dingen focussen. Op de leuke dingen focussen. En dan hopelijk dat het virus gewoon snel oplost of zo. Hè? Ja, voorbij is. En dat iedereen gezond en wel weer uitkomt. En misschien ook nog wel sterker met elkaar. Want dat is ook wel heel leuk te zien. Natuurlijk op social media. Iedereen steunt elkaar. Iedereen die steekt elkaar een hart onder de riem. Ook een hele erg dikke shout-out naar alle mensen die in de zorg werken. Oeh, dat was een appelsapje. Nou ja, is niet erg. Ja, die staan natuurlijk voor eigenlijk alle mensen om ons heen klaar. En ja, we kunnen dat bijna niet voorstellen hoe belangrijk zo'n rol is. En heel veel sterkte en beterschap voor iedereen die er best wel mee te maken heeft. En voor de rest is ons het advies. Blijf allemaal lekker thuis. Blijf met je gezin en je familie dicht bij elkaar. Let vooral heel erg op elkaar. En focus je op de positieve, leuke dingen die er ook nog gewoon zijn. Dit is mijn plek. Oh, sorry. Rust, ontspan en onthoud één ding. Bidden helpt. Bidden helpt, ja. Nou, ik ga weer van jouw plek, want ik zat inderdaad even op Lucilla's plek. Hey, enige die hier is een tuinman. Okay. Ja, we hebben daar wel even een tuinman die daar het gasje aan het maaien is. Twee tuinmannen. Hebben we nog wel wat te kijken, zo. Vanaf binnen naar buiten. Wij hopen ook vooral voor jullie allen, ondanks deze wat angstige, donkere, onzekere dagen, dat jullie extra veel vreugde en plezier zullen gaan ervaren met ons Ben ik een Cowboy liedje en serie. Die we hier gelukkig nog net op tijd hebben kunnen maken. Vind je ervan, jongen, dat je niet met school gaat vandaag? Vind je dat niet jammer? Fijn. Toch wel fijn? 3 weken even lekker niks. 3 weken even lekker thuis zitten. Ze weten niet wat palen zijn. Ze zitten met mama.
Goed zo. Wonen in de jaren. Ze weten niet. Wat pijlen zijn. Met bananen. Inmiddels zijn wij lekker aangekleed. Daniel die is als het goed is de supermarkt in even wat boodschapjes te doen. En de meisjes die zitten lekker te kleien aan de tafel. Die wil die openmaken? Dus even kijken of mama die open kan maken. Die is heel mooi. Roze. Lucilla die gaat een taartje maken volgens mij. En zo vermaken we ons wel, hè? Dan moet ik zeggen dat het zonnetje wel weer lekker schijnt buiten. Eén. Ik zeg iedere keer één. Auto geparkeerd. Volgens mij is het hier nog ergens. En denk ik dat ze meer dan te doen hebben. Volgens mij valt het heel erg mee hier. Kijk, de supermarkt ligt gelukkig met allemaal groenten en fruit. En alles wat we nodig hebben, vol. En adviseren dus ook niet te veel in paniek te raken. Dus ik ga nu eerst even tot en met woensdag de boodschappen zien staan. Is de rust echt meer dan nabij. Kijk, schappen worden gewoon elke 24 uur bijgevuld. Dus misschien is het in Amsterdam en Den Haag gekkenhuis, maar hier niet. Kijk, het karretje wordt al mooi vol. Hier komen wij de week nog mee door. Wat wel een dingetje is, boodschappen kun je natuurlijk in huis halen. En wat we dus niet hadden gepland is dat we hier dus iets langer blijven dan dat we dit weekend zouden blijven. En ik had echt exact voor de hoeveelheid dagen had ik meegenomen. Normaal gesproken eigenlijk altijd neem ik meer mee dan dat er nodig is. En je weet maar nooit dat idee dat de kinderen ergens in een plas vallen of wat dan ook. Ik had extra kleren bij. Maar dat had ik dit weekend niet, want ik dacht, ja, de kinderen hebben toch de hele weekend de cowboy outfits aan. En als ze dan naar huis gaan, ja, dan heb ik in ieder geval 1 setje schone kleren voor als ze naar huis gaan. Maar goed, we blijven hier nu dus sowieso, nu nog 3 dagen sowieso. Wat we daarna gaan doen, moeten even kijken of we misschien toch wel naar huis gaan of dat we toch hier nog kunnen blijven. Even kijken hoe de ontwikkelingen sowieso allemaal zijn, dus we houden even nieuws ook in de gaten en zo. Maar voor nu blijven we gewoon hier, omdat het voor nu dus wat veilig en fijn is om hier lekker in het bos te zijn. Waar eigenlijk bijna niemand is, we zitten hier echt in the middle of nowhere, dus in dat opzicht is het een fijne locatie. En dit keer had ik dus ook geen extra kleren meegenomen, dus wat hebben we gisteravond gedaan? We hebben even extra handwasjes gedraaid, wat sokken, wat... rompertjes, wat onderbroeken en zelfs een truitje wat ik gisteren aan had. Want ja, ik heb gewoon niet meer meegenomen deze trui ook. Ik heb alleen deze trui en die trui. Dus vandaar dat ik die even heb gewassen. En deze, ja, die kon ik nog wel een keertje aan. Die heb ik pas 1 keer aangehad, dus dat gaat nog wel. Dus dat is eventjes een kleine uitdaging. Maar goed, dat is ook wel nog te overzien. Voor nu gaan we even lekker hier knutselen, spelen, chillen in het huisje. We hebben de tv aan, we kunnen gewoon set kijken. Dus dat is ook allemaal leuk. Ach, Luxie! Heb je een mooi geel bolletje? Waar heb je Lucilla gelaten? Oh, Lucilla, zijn de kleibolletjes die jij op de grond gooit op te rapen. Heb je alle klei op de grond gegooid? Hé, hey, wat was je aan het maken? Hé, hey, wat was je? Een balletje. Ja, jongen. Nou, ik wou dit dingetje voor maken en ja. Pats. Spoot het helemaal. Nou, dan ben je lekker nat. Ja. Is lekker fris, ik zie het. Hoezo, Pip zit ook al buiten. En eekhoorntjes die lopen hier ook overal. Ja, liefie. Mooi, Luxie, wil ik je laten zien. Mooi, schatje. Luxie, moet ik een taartje voor je maken? Met heel? Ja. Oh. Mag jij met mij spelen? Zo. Oh. Oh. Ja, dat is oranje. Dat is oranje, Luxie. Kijk, dit op. Ja, ik ga die even maken. Nou, nee. Even buiten spelen. Dus ze hebben even de laarsjes aan. Lipsie, de jasjes aan. Gaan we bij een glijbaantje spelen? Ja, gaan we bij een glijbaantje kijken. De meisjes gaan even naar dat kleine glijbaantje. Er staat daar. Even kijken of jullie het zien. Ja. Kijk, er staat daar een heel klein glijbaantje. Daar willen ze even samen spelen. Woezel Pippi zitten daar met een lekker hondenbarretje. En ondertussen dat de meisjes even lekker buiten zijn. Ga ik even het huisje een beetje poetsen en schoonmaken, opruimen. Ik heb hier geen stofzuiger, dus ik heb even een bezem. En met de bezem bezem ik eventjes alle stofjes en kleifrubbeltjes en zand naar buiten, zodat het weer een beetje stofvrij is. Nou, ik ga nu even naar buiten spelen. Het is heel erg jammer dat we niet naar school kunnen. Maar eigenlijk vind ik het stiekem toch wel fijn. Want dan hoef je een paar weekjes niet naar school. Maar ik mis wel mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes. En dan zijn we zo'n Pip. En ik ga even kijken bij Lucilla. En bij Luxie. Hey! Luxie en Lucilla! Zijn jullie lekker aan het spelen? Wat een schattig klein speeltuintje. Doe maar! Joe! Je gaat niet echt zo hard.
Nu gaat Lucilla. Wie gaat traag? Tot zo! Zo, terwijl de kinderen even lekker buiten spelen, ben ik even een beetje aan het poetsen. Ik moet zeggen, normaal gesproken heb ik altijd wel dit soort doekjes en zo in huis. En hou ik de boel altijd wel een beetje schoon. Maar ik ben er gewoon een beetje extra weer alert op. Ik heb ook trouwens deze handzeep hier nog staan. En wat ik ook heb, zijn dat ontsmettingsspul, zeg maar, van... Ik heb bij de badkamer staan. Ja, niet dat wat wij iets hebben of zo. Maar goed, ik heb het gewoon in huis. Ja, het steekt toch een beetje aan, denk ik. Kijk, dit spul heb ik hier staan. Maak ik hier iedere keer alles mee schoon. Wc natuurlijk iedere keer schoonmaken. Normaal gesproken maak ik alles wel schoon. Alleen nu net even iets meer dan normaal. We hebben natuurlijk ook papieren zakdoekjes. Voor als we snottenbelletjes hebben. Mama, ja, liefje. Doekje gaan naar een grote speeltuin. Oh, dat is het. Oh, dan ga je met Luan even naar de grote speeltuin. Dat kan wel. Kijk. Doei. Ja hoor, ben gewoon hier. Daar is de grote speeltuin. En daar gaan ze nu even lekker spelen. Ja, ik kan je voor Luan beter die doen. Ja, doe maar 122. En dan voor Lucilla die 110, 116. Is het nog gelukt in de supermarkt? De schappen liggen vol. Overvloed. Ja, nou ja. In ieder geval wat in huis. Nee, hemdjes had ik nog wel, die had ik nog wel meegenomen. Die worden ook niet zo vies als onderbroeken. Kan je ook nog even kijken bij de knutselafdeling of ze daar nog wat knutselpakketjes hebben ofzo? Nou, dat was dus Daniel die vanochtend vroeg op pad is gegaan om te hamsteren. Ja, je weet het niet. Misschien waren de supermarkten wel helemaal leeg. Nou, natuurlijk afgelopen maandag hadden wij al boodschappen gedaan. En toen kwamen we erachter dat iedereen aan het hamsteren was. En ja, dat steekt dan aan. En ik was in de winkel en ik ging me serieus afvragen van... Oké, ben ik naïef of moet ik toch nog wel even iets extra's meenemen? Dus ik heb maandag extra boodschappen meegenomen. Van houdbaar dingen in plaats van één pak crackers, twee pakken crackers. Niet één pak rijstwafels, maar twee pakken rijstwafels. Wat extra melk en dat soort dingetjes allemaal. Maar goed, we hebben natuurlijk al die extra boodschappen hebben we gewoon thuis gelaten in ons eigen huis... Omdat we niet wisten dat we hier wat langer zouden blijven. En dat het zo ernstig zou uitbreken eigenlijk nog wel. Want het is nog wel iets erger dan wat wij in eerste instantie even dachten. Dus vandaar dat Daniel nu wel even op pad is gegaan om extra eten in huis te halen. En dus ook extra onderbroeken en sokken, wat ik je net vertelde. Want ik heb net de twee onderbroeken die ik mee had, die hadden we wel gewassen. Maar goed, om nou de hele week met twee onderbroeken iedere keer om en om te doen. Dan denk ik, ja, als hij toch een action is, loop even langs de action om daar even wat onderbroeken en sokken nog extra in te slaan. Want dat is altijd wel fijn, ook voor de hygiëne, om schoon ondergoed te hebben natuurlijk. Dus ja, en weet je, wij weten niet precies hoe lang wij hier blijven. Hoe lang we hier überhaupt mogen blijven van dit park. Het park is dus nog officieel nog niet geopend, omdat het seizoen is nog niet begonnen. En wij mochten hier al wel verblijven, omdat wij dus hier deze cowboy-serie opnamen, maakten ze voor ons even een uitzondering. In eerste instantie blijven wij hier nu tot woensdag. Voor ons is het nu maandag, dus dat betekent maandag vandaag, dinsdag woensdag. En dan woensdag gaan we weer naar ons eigen huis. Is in principe het idee misschien dat we nog wat langer blijven, maar dat ligt een beetje aan hoe de ontwikkelingen gaan. Handen wassen sowieso. Zakdoekjes gebruiken als je moet hoesten of niezen in je elleboog. Geen contact met andere mensen. Handjes schudden met de ellebogen. Dat hebben we het hele weekend gedaan. Volgens mij zit een nieuwe high five of zo met zo'n elleboog. Dus dat hebben we allemaal gedaan. We zorgen ervoor dat de kinderen gezond eten. Dat wij natuurlijk ook gezond eten. Veel vitamines binnenkrijgen. Veel verse groenten en fruit binnenkrijgen. Want ook als je lichaam gezond is, kan natuurlijk, is het beter in staat om infecties tegen te gaan. En ervoor, preventief ervoor te zorgen dat je gezond blijft. Dus daar doen we ook eigenlijk alles aan. Dus dat opzicht, meer kun je denk ik niet doen. De kinderen zijn lekker buiten aan het spelen. Ik heb het huisje net lekker schoongemaakt en Daniel heeft de boodschappen weer in huis. Dus in dat opzicht gaat hier alles prima en is hier alles onder controle. We hopen oprecht dat het met jullie ook allemaal goed gaat. En heel veel sterkte met degene die er last van hebben. Beterschap. Denk aan elkaar en zorg voor elkaar. En hopelijk dat we hier allemaal gezond en sterker uitkomen dan voorheen. Maar vroeger wil je ook nog even langs de action gaan. Extra sokken, onderbroeken. Maar ook hier zien we, de schappen liggen nog chock en chockvol. Nou, geslaagd. En ik kom terug en we hier zijn de speeltuin. Mijn kroost. Meisjes en papa. Ik heb heel veel boodschappetjes. Komen jullie uitladen? En wie is daar weer thuis? Papa! Papa! Wie
Wie is er met Thees? Hands up, geef me alles wat ik nodig heb. Even een vaderknuffel. Alles veilig hier in de speeltuin. Alles veilig. Ja, en ik heb ook hondenboekjes meegenomen voor jou. Voor Lucy, voor Luan, voor mama. Heb je Lucy voor de eerste keer broekje? Nee, voor jou hondenboekjes, maar die kan zij misschien ook nog. Ja, en 3 strings voor mama. Jullie. Oh, Luxie wilt echt de hele tijd naar de speeltuin. Zo, eens even de boodschap eruit halen. En kijk hier wat Daniel allemaal mee heeft genomen. Ook allemaal diepvriesspullen. Nou hebben we hier gelukkig ook wel een diepvriezer. Dus we kunnen wel spullen in de diepvries leggen. En, kijk. Dit heeft hij ook meegenomen. Wasmiddel, zodat we onze kleren kunnen wassen. Alle boodschapjes staan weer binnen. En alles weer even op de plek zetten. En dan hebben we hier tenminste ook weer wat om te kunnen eten. Beschuit, eieren, bananen, appels. Van jou. Oh, chocola. Dankjewel. Voor Ah, wat lief. Wat dan lief. Dan heb ik meegenomen voor Luan. Een discobal. Cool. Voor Lucy. Oh, kijk dan. Och, kijk dan, Sjaak. Ja, de meisjes. Dit was ik niet van jou verwacht, dit. Nagellakjes. Sokjes voor papa. Sokjes. Dan hebben we hier sokjes voor mama. Sokjes, ja. Nog meer sokjes. Onderbroekjes. En sokjes. Ja, nog meer sokjes. Ja, nou komt ie. Ik ben op een tweede broek geknapt. Ja, ja, Daniel heeft ook niet meer kleren mee. Het had alleen maar een joggingbroek. Een joggingbroek, oké. Okay. Scheermesjes. Scheermesjes, ja. Chef Dan gaat echt eraan. Draad en naald. Wat is dat? Draad en naald? Kan ik mijn broek kan je naaien? Oh nee, Daniel. Moet dit in de vlog? Ja. Nou, super. Ja. Wij kunnen hier weer er even tegenaan. Wij gaan eventjes de boel weer helemaal inpakken nou. Terwijl de kinderen lekker in de speeltuin vertoeven. Daar zijn de kindjes weer. Nou, ze komen hierheen en zeggen... Mama, papa, wat hebben jullie allemaal gekocht? Oh, is die voor Luxie? Voor Luan. Voor Luan. Met nagellakjes en een discobal. We kunnen hinkelpad en Luxie. Ik kan een hinkelpad maken. Zet hem hier zo op. Ja, oh, dat is leuk, ja. Kun je zo gooien. Leuk, jongens. Wij hoeven ons niet te vervelen, hè? Ja, ja. Wat is er? Moet meekomen, schatje. Wat zie je? Wat zie je? Luxie vindt het hier zo leuk. Ze loopt echt overal naartoe. Alles ontdekken. En Luxie is echt een buitenkind. Ze wil iedere keer spelen, schatje. Hé, maar Liefie. Mama gaat even alle boodschappen uitpakken. Hé, mama moet eerst nog alle boodschappjes uitpakken. Ga je weer naar de speeltuin? Dan gaat ze gewoon naar de speeltuin. Ja, daar. Ja. Wil je weer spelen? Ja. Wat dan? Wil je schoppen? Bam. Oh, springen. Op springkussen. Ja. Oh, ja. Vind je dat leuk, Liefie? Vind je dat zo leuk? Daar. Ja, gaan we zo weer met jou naartoe. Goed? Maar we gaan eerst even de boodschappen uitpakken. Ja? Ja? Ja, daar. Waf. Ja, hoe is Pip ook lekker aan het spelen, hè? Dan gaat ze weer. Oh, heerlijk. Zo, is mijn lieve Lucilla blij met het kleurboekje? Het is lekker kleur, hè? Zo. Nou, terwijl mama eventjes alles op alfabetische volgorde uitzoekt. Ga even kijken. Wat Luan maakt hij met Luxie. Wat met de grootste plezier. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, geef jij gewoon de broer een pak voor de broek. Oh, poefies. Mooie schommeltjes, hè? Nieuwe. Boom. Oh, hier zo haar zachtjes. Liefde met elkaar. Nou, een vette speeltuin hier. Wij vermaken ons hier wel, toch? Boom. Oh, zachtjes. Zo, 10 minuten later ben je al misselijk, Luan. Nee. Ik al hoor. Nou, dat is wel de speeltuin. Hé, maar ik heb voor jullie ook een kleurboekje gekocht. En Lucilla zit al lekker te kleuren. Zullen we gaan kleuren? Ja. Zo, en naar het lekkere buiten spelen. Gaan de meisjes lekker kleuren. En Luan had een minibox. Vind je die cool, jongen? Ja? Ja. Nou, wat zeg je dan? Dank je. Alsjeblieft, jongen. Kijk eens, wie had er een boterham havenslag besteld? Lekker even een broodje eten. Op een stroom?
Terwijl Luxie lekker haar middagslaapje doet, gaan wij... Mama? Een... Mama? Ja? Mag ik eerst 1, 2 doen? Ja hoor. We gaan een hinkelpad maken. Wat vinden we ervan? Leuk. Op de achtergrond horen jullie de bladblazer, die komt hier even voorbij. Maar kijk, dit is een hinkelpad. En ik weet niet of er nog ouders zijn die dit herkennen van vroeger. Maar ik hinkelde vroeger ook altijd op het schoolplein, jongens. Nou, we gaan even het hinkelpad in elkaar leggen. Hier, 5 heeft Lucilla al gepakt. Hier moet ze. 2. Ja. Dan 6, heel goed. 6 erbij. Dan hebben we een hinkelpad. Goed zo. Maar nu zal ik jullie wat vertellen. Ja, kijk. Je hebt allemaal een kleur. En die moet je dan zo... Kijk, ik ben bijvoorbeeld blauw. Kijk, ik ben bijvoorbeeld blauw. En dan moet ik met blauw moet ik zo gooien. En dan ligt die op de 4. En dan moet ik hinkelen, maar dan moet ik die overslaan. Kijk, 1, 2, moet ik daar overheen springen. Die. Oh, zie je ja, dat? Ik zo moet dat. Ik ga nu. Oké, nou Lucilla, waar ga je hem op gooien? Oh, die is een beetje... Je moet mikken op een cijfertje. Goed? Op de 5. De 5 moet je overslaan. Moet ik een beetje daar? Dan 1. Ja. 4. En dan 4. En op 6. Ja. 7. Goed zo. Ja. Goed zo. Nou, Luan. De 4. Moet je de 4 overslaan? Goed zo. Binnen de tijd. Oké. Okay. Nou, Lucilla weer. Gooi maar op een cijfertje, Sil. Weer de 5. 1. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja. De 9. Ja, dat is op de 9. Leggen we op de 9. Op de 7. Ook goed, jongen. 1. Zo. Eroverheen. Ja. Goed zo, Luan. Goed zo. Nou, wij hinkelen hier nog even door. Terwijl de bladblazer op de achtergrond nog verloren is, ga ik eens even hier bij vader. Wil jij een lekker snoepie? Ja, dat is wel een lekker kersje. Die hadden we nog. Ik weet niet of we te verstaan zijn, maar ze zijn blaadjes in blaas. De boswachter is de bos er dan nog aan. Luan die is een eigen hinkelpad aan het maken, die iets anders gaat. Ziet er wel heel spectaculair uit, Lu. Ja. Ik ben benieuwd hoe die hinkelt. Dit is het zelfbedachte hinkelpad. Ja, dat wordt wat, hè? 1, 2, ja. 1, ja, oh. Ja, nou de zinnen. Laat maar zien. Oh. Ja, goed hoor. Zo. Oeh, Luxie is ook weer lekker wakker met Luan. En Lucilla zei ze, wat is dit? Hinkelpad, hè, aan het maken. Ik maak het voor Luxie, ik ga het maken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. We zijn er nog 5. Luxie, we vermaken ons op een top zo, hè? Terwijl de kinderen op de achtergrond even lekker verder spelen, gaan wij zometeen weer deze video even editen. En naar Dave, waar de cowboy-serie is opgenomen, naar zijn Western Village. Om daar gebruik te maken van zijn internetverbinding. Want hier op de camping hebben wij niet goed een internetverbinding. Waardoor wij geen video kunnen uploaden naar YouTube. Vandaar dat wij nu de vlog gaan afsluiten. Zodat ik hem nu kan editen. En dat we zo meteen naar een locatie rijden waar we internet hebben. En daar kunnen we hem dan up gaan loaden. En dan hebben jullie ook weer gewoon een vlog voor vandaag. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En knik op het belletje. Zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwe vlogs. En check natuurlijk ook even onze leuke cowboy serie. De link zetten we hieronder. En voorzichtig allemaal. We zien jullie morgen weer. Voeg je hart, bom bom mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee, geniet je echt het meest.